goed zo'n meisje. Meisje toch, hè? Mijn meisje toch, hè? Ja, een hele goede morgen, lieve vriend. Dat was goed. Ja, wat heet goed, hè, tegenwoordig. Maar in ieder geval, ik wens jullie het wel. En ik moet mijn oorbellen nog doen. Maar ik ben al wel buiten geweest. Ik heb het Rijk al uitgelaten. Want ik heb Astrid gebeld. Ik heb de dierenarts gebeld. Eerst de dierenarts trouwens. Dan moet ik het gaatje nog weten te vinden. Gaat altijd zo lekker makkelijk bij mij, maar niet heus. Ik moet om 3 uur bij de dierenarts wezen. En ja, dan was Astrid nog hier geweest om die tijd. Dus dat moest ik even weer bekokstoven met Astrid. Dus ja, Astrid maar gebeld. Tenminste geappt. En die appte me terug van ik zal proberen te ruilen met de cliënt voor jou. En dan komt ze hier, ze kan rond 11:30 hier wezen, dus ja, ik, die oorknopjes nog, gaat zo lekker. En Meren die had al gebeld, die moet ik zo terugbellen. En dan zou ik kwaad worden, ik zou niet weten waarom ik kwaad moet worden als ik al verdrietig ben, weet je. Maar ja, in ieder geval welkom bij een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel en alles zal draaien om eeuwen, ja. Godje dikke, maar waarom krijg ik dat niet gedaan? Ik doe het zo zonder jullie, want ik moet er een spiegeltje bij en dat zie ik niet in de camera. Dat ga ik niet als spiegel nou gebruiken. Maar in ieder geval, alles draait gewoon om eeuwen. Hou daar rekening mee. Eeuwen voor en eeuwen na, ja. Ze stonden net te drinken, ze zit... Rijka! Foei! Mag jij dat? Jij mag daar niet op staan? Wat doe je nou toch allemaal? Daar mag je toch niet op staan? Dag af! Af! Goed zo, meisje. Ja, je moet toch lief zijn? En dat kan jij wel. Hé? Hey, jij kan wel lief zijn. Ja, moet je het ook doen. En ga ik vanochtend ook weer achter eeuwen aanjagen? Dat mag allemaal niet. En dat weten we wel. Hé? Hey? Nee, om 3 uur moet ik dus met Ewin bij de dierenarts zijn. En het water is gekookt. Kan ik koffie inschenken. Zo. Maar in ieder geval, ja, het is wachten op Astrid. En dan kan die ook koffie krijgen en dan kan ze aan het werk. En ik ga mijn oorbellen erin doen. Ja, en de computer aandoen, want ik moet de camera leeghalen. Want jullie gaan vanmiddag ook natuurlijk mee, uiteraard. Want zo is het leven nou helemaal, weet je? Hoeveel pijn en verdriet je ook hebt. Het is sowieso het leven. Het leven is momenteel in die rozekleurige maneschijn, maar oké. Hè? Ja. Wat een dikkie. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag in ieder geval. En ja, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan nog even. Ja, even jij geabonneerd op die leuke balk. Dan komt er een belletje tevoorschijn. Kun je ook nog op klikken en dan krijg je iedere keer een seintje van YouTube. Wanneer hun mijn vlog online zit voor jullie. Ja, dus... Een kind kan de was doen, dus dat kennen jullie als volwassenen het al helemaal, ja toch? Dus ik zou zeggen, kom gezellig erbij en je maakt van alles met mij, maak je wat mee.
Dan weer vreugde, dan weer verdriet, dan weer pijn, dan weer hopeloze ellende. Zo is het leven. Ja. Hé, nou moet ik met eeuwen, ja. Dus, maar oké, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed, doe ik ook. En tot straks. Ik zou zeggen, later. Ja, lieve vrienden, ik heb hier Karin weer aan de telefoon om eventjes te vragen hoe het met Eowyn gaat. En natuurlijk ook hoe het met mij gaat. Nou ja, dat wil je wel niet weten, hoe het met mij gaat. Nee, wilden jullie niet weten. Nou, hoeft ook niet hoor, maar gaat ook met mij niet goed. En dat is allemaal stress vanwege Eowyn. Hé, meisje. Hopie dopie. Maar ja, dat komt er zijn de tijd hopelijk wel weer goed. Hé? Ja. Maar ja, dat ene, dat heerst ook, hè? Diarree. Ja. Buikgriep. Nou ja, zolang ik maar daarbij blijf, vind ik het best. Ja. Ik voel me verder goed, hoor. Het is enkel hoofdpijn in dat. Maar voor de rest kan ik de wereld aan, laat maar zeggen. Ik sta achter mijn besluit. Ik laat het beestje niet langer modderen. Nee, doen we niet. Doen we niet aan mee. Nee. Wie zou dat nou over zijn hart verkrijgen om dat beestje zo te pesten? Nou, ik niet. En dat maagje, dat hartje, nou, jeetje. Heel snel gaat het weer. Het gaat weer heel snel. Ja, maar dat is ook logisch, maar. Ja, ze zat op de vensterbank dat ik terugkwam in de keuken. En dan ziet ze mij en ze ziet dat ik die deken eromheen doe. En het is weer af en ze komt binnen mij toe. Mm-hmm. Hopie. Maar ja, oké. Drie uur moet ik wezen, dus ik heb nog even. Ik was ook bezig om weer vlogs, tenminste filmpjes in mappen te doen. Maar dat gaat een beetje langzaam, want ik heb mijn hoofd er niet helemaal bij. Ook had ik een map weggegooid, wel bewust hoor, maar ik kwam er later achter, moest ik hem weer terugzetten, want de datum wordt verkeerd. Dat kwam ik achter met de kalender, ja. Ik heb de kalender erbij gepakt. Ik denk, wat is dit toch, er klopt iets niet. En ik al bij de kanaalvideo's kijken, daar, ik denk, nou, het deugt helemaal niet. Nee, was ik de datum, en dat had oktober moeten wezen, niet september. Haha. Maar ja, kan gebeuren. Ja, toch? Ja. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, ik denk, ik pak de camera er maar weer even bij en... Ja, de tijd gaat door, hè, en ik moet zo nog even ook naar het toilet voordat ik wegga. Maar de dame in kwestie waar het allemaal om draait, ligt in de volle lengte over mij heen. Waar is de staart? Oh, die hangt. Ja. Ik zal hem eventjes draaien, even geduld. Oogjes open, maar reageren, hou maar. Meisje. Eowyn. Eowyn. Dan hadden al lang al haar oortjes gespitst en de kopje omhoog gegaan, normaal gesproken. Maar nee, laat me maar, denkt ze. Hopie. Maar ze weet het wel hoor. Daar is Rijka, nou ja, die legt gewoon in de mand. Die houdt zich ook gedijst. Hé, kind. Hé, hey, meisje. En Kandalf, nou, ik weet het eerlijk gezegd niet waar die is. Hij kan buiten zijn.
En dan kan ik boven zijn. Ik zou het niet weten. Ik heb hem naar binnen gelaten. Maar Astrid, die was hier te werken. En ja. Ik zou het echt niet weten. Waar dat beetje uithangt momenteel. Maar ja, daar komen we vanzelf wel achter. Ja hoor. Hé? Ja, hé. Je bent lief, het meisje. Doet die foto's het nou ook? Ik weet het niet. Moet ik hem anders houden? Nee, geen foto's. Nee, dan moet ik hem eerst weer koppelen en alles. Nou, dat kan ik niet. Ja, waarom ik dat niet kan, ik weet het niet. Maar ja, ik maak er foto's van uit de film weg. Voilà. En ik heb al heel veel foto's. Hé? Het gaat nou om het filmen. Ja. Hé, meisje. Hé, meisje. Maar oké, lieve vrienden, we moeten er om 3 uur wezen. Ik heb een kwartiertje nodig ongeveer, plus minus, om er te komen. Maar ik moet de boester eruit halen, ik moet de boel erop zetten, ik moet mijn huis afsluiten, et cetera. Ga zo maar door. En ik moet dan naar de wc. Dus ik zou zeggen, ik ga de boel inpakken en ik neem jullie gewoon gezellig mee. Althans, gezellig. Het is droevig genoeg. Jullie gaan wel mee en ik ga gewoon filmen, ja. Daar doen we het voor. Ik zou zeggen, huil met me mee, lach met me mee. Alsjeblieft. Ik zou zeggen, tot later, tot daar en tot daar thuis. Tot in de pruimentijd. Doei! Ja, zoals jullie weten zijn we nou bij de dierenarts aanbeland, lieve vrienden. En Ewin die staat hier. Ze is de hele weg stil geweest. Ze heeft geen gemiauwd, niks. En Karin die hangt aan de telefoon met Roderick. Die zijn mijn fysiek, staan ze me bij. Ja, mijn Roderick heeft zijn afspraak. Dus ik ben echt van de mannen. Ja, meisje toch. Ja, en nou ja, en ik heb het allemaal knallende hoofd erdoor. En ja. Ik zei zo, maar het is nog helemaal zo. Ik zie ook een klein lief hondje. En dus, maar oké, lieve vrienden, ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. En ik zal zo ook weer filmen als ik binnen ben. Dus het komt allemaal goed, ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik zit nu in de behandelkamer. Karin nog steeds aan de telefoon om mij bij te staan. En daar hebben we ons prinsesje Eowyn, denk ik, die ligt met, draait ze net een kopje om. Hier, miauw, schat. Miauw. Hé? Ja, je lieverd. Hé, schatje. Hé? Jongen, nog wat. Het klinkt hier helemaal door, Karin, dat getiep. Ja, en ik heb ook die medicijnen mee. Nou, dat werkt dus ook niet meer. Niks helpt meer. Nou ja, hé? Meisje. Ewin. Hey, Ewin. Ik ben aan het vloggen hoor. En een vlogster. Even kijken. U bent met... Ewin. 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 Hij schat. Ewin. Vertel. Nou, ze wil niet meer eten. Ze wil enkel drinken is het. Maar ze is helemaal uitgemagerd. Nog erger dan bij Thijs. Oké. Ja. Mag het wel even uitdoen nu? Ik niet. Nou. Kijk, hun gezichten mogen er niet op. Van Thijs wel. Nee? Ja.
Ewenetje. Ja, Ewenetje, mijn schatje. Kijk, je ziet het wel, hè, hoe smerig die is van het leggen. Nou, dan legt ze dagelijks, legt ze erop. Kom maar. Ja, je mag een vrouwtje. Kom maar. Kom, leg eens, schatje. Kom maar. Kom maar liggen, meisje. Kom maar liggen. Dan legt ze of helemaal lang uit, of in een rolletje. Ik kan er helemaal niks doen hoor. Als ik naar de wc moet of wat dan ook, dan moest ik haar heel snel optillen in een andere stoel, deken van me af en gauw wegwezen. En kwam ik weer terug, ik had amper de kans om die deken weer om me heen te doen. Niks anders dan bij me leggen. Ja, daarom. En ze is gewoon op. En dan ging ze naar de andere broertjes toe, en naar de zusje toe, en naar de baasje toe. Frodo. Naar Frodo toe, ja. Die is vorig jaar in geslapen, hè. Frodootje. Dat was mijn hond. Ja. En die had, die was 12 en die zijn ruggenmerg brokkelde af, waardoor die verlammingsverschijnselen kreeg. Zielig, hè, dan. Ja. Doet u hem heel even uit nu? Ik draai hem zo wel even. Ik geef het prikje. Omdat de poes niet zoveel spiertjes meer heeft, kan het zijn dat ze er wel een mouwtje op geeft. Oké, okay, nou ja. Dan doe ik hem toch uit, want dan moet ik hem vasthouden, denk ik. Nou, dat doet Camilleen al. Hè? Of niet? Want ze willen niet op de film. Dus ik moet even afdraaien. En anders gewoon haar eigen gezicht noemen. Ze zegt niet mouw. Nee, ze is heel dapper. Nou, lieve vrienden, ze hebben de prikje gehad. Ze is heel dapper, zei ze ook. Ze heeft niet gehuild. Wilt u een kopje koffie? Graag, helemaal zwart. Ja, even rijden. Nee. Ja. Kom ik zo even bij u terug? Gaat de assistent even voor u een kopje koffie leveren? Graag. Kom ik zo bij u terug? Ja, zwart zei u toch? Helemaal zwart. Ze valt heel rustig in slaap. Ja, ze hoeft er niet van te spugen. Ik ben niet. Ze ligt mooi in een rolletje, tenminste een klein rolletje. Ik moet de camera omdraaien, dat gaat niet wanneer die aan is. Nee, maar ik moet even stoppen, dat is. Ja. Ik moet hem even weer uit hebben, lieve vrienden, ik kan er niks aan doen. Zo, en daar zijn we weer. Meisje van me. Oog is nog open, hè, hier. Ze ademt nog lekker rustig, hè, hier, mijn hoopie. Hé, mijn hoopje toch, hè? Ja, hè? Nee, mijn dochter heeft ook zaterdagavond een hele fotosessie gemaakt. Van het was op mijn schoot lag. Dat is deze dochter die nou mijn bij staat, want ze woont in Den Haag. Maar dat ik er zaterdagmiddag appte van dat zij niet meer wou eten, et cetera. Toen is ze ook gelijk met de auto en de man zijn ze gekomen. Mm-hmm. Ja. Zal ik even een tissue voorpakken? Mijn meisje toch, hè? Mijn meisje toch, hè? Oh, dan zit de kopje ook al weg, hè? Ja. Zijn oog is nog wel open. Maar dan gaan we gewoon zitten. Ik blijf ook op de mond te wikken. Ja. Ja, want het kan niet zelf belangrijk. Nee, weet ik.
Het gebeurt er ook wel eens bij mensen dat ze dat nog moeten doen. Ja, dat ik bedoel, en dan moet ik maar aanvallen dat ze dit doen. Nee, dat vind ik niet nodig. Nee, dat doet ze zelf weer open. Hé, hey, meisje. Ah, ja, lieve schat, je hebt je best gedaan hoor. Ga maar naar paardje toe. En naar Kimberly, je broer, je echte broer. En je zusje Arwen. En een Frodo, je vriendje. Hé? Hey. Ja, meisje. Mijn meisje. Meisje toch, hè? Ja. Mijn meisje toch. Mijn meisje toch, hè? Ja. Hij is beter voor je, zo is schatje. Hij is beter voor jouw kind. Hè? Ja. Het is af en toe nog eens. Ja. Maar naar de hemel toe, liever. Ja. Ik weet nog niet wat er erger is hoor. Het is volgens mij allemaal even erg. Een dier en een mens. Hé? Ja. Volgens mij is het allemaal even erg. Een dier en een mens. Het is een lekker stukje koffie. Alsjeblieft, hoor. Dat is nog heet, meisje. Oh ja, ik had medicijnen voor eeuwen. Daar kan ik nou niet meer mee beginnen, want ik heb ook een stuk of 3-4 weg kunnen gooien, dat ze dat niet meer nam. Nee, precies. Wat zit in dat doosje? Ja, dat moet erin leven. Je 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 moet erin. Koffie hangt erop. De koffie staat hier, ja, hè? Ik weet het. Ze ademt niet meer, hoor. Dus
gestuurd. Ze is weg. Ja, ze is weg, mijn kind. Ze is met de stethoscoop aan het luisteren, joh. Mijn hartje is gestopt, hoor. Ja, hè? Ja. Nou, dat was dus eeuw in beneden het menighuis. Ik denk dat ze hebben die korf helemaal losgemaakt. Ja, ik kreeg het bijna niet open of dicht. Ik heb die beige handdoek over de heen. Ja, dat zal ik doen, hoor. Ja, dat krijg ik denk ik wel van hun door allemaal. Dat weet ik toch ook niet uit mijn hoofd. Nee hoor, ik ga me netjes uitleggen. Nou, ik zal er weer sluiten en ik zou zeggen tot thuis. Is dat Ewin? Hé, is dat Ewin meisje? Is dat je zusje? Zit er geen leven meer in? Ik ben even aan het vloggen. Ewin. Kijk eens bij Ewin. Rijka. Rijka, kom dan. Kom maar kijken. Kom maar kijken. Is Ewin toch? Is Ewin? Is Ewin, hè, meisje? Hé? Is dat Ewin? Is dat Ewin? Hoezo? Nee. Ben jij er nog, Mary? Ja. Oké, okay, omdat jij zo stil bent. Ja, ik heb Karin en Roderick en Mary allebei aan twee telefoons hangen. Ja, maar omdat je dus, hè? Dus. Nee, dat weet ik, maar omdat je achter de tijd. Hoe laat zou ik je dan wakker moeten bellen dan? Is dat jouw zusje, hè? Is dat jouw zusje, meis? Ja, hé, is Ewin, hè? Ja, wat doet ze nou? Slapen? Doet ze nou slapen? Nee, dat weet ik nou. Hé? Doet ze nou slapen, doe? Nee, nou ligt ze te slapen, hè? Voor altijd. Rijka. Rijka. Heb je nou helemaal te slapen? Helemaal geen beweging meer in, hè? Ja, godverdikkie, hè? Dat ben er mijn schoenen maar, hoor. Je hoeft mij niet te beruiken. Ja, maar mam, dat, en dat doet ze automatisch. Ja, dat weet ik. Automatisch. Dat kan ik wel, omdat er toch een geur aan zit. Mijn meisje, hè? Nou, vrouwtje dekt het toe. En ik wil hopen dat Gandalf thuis komt. Nou, lieve vrienden, ik, als Gandalf er is, zal ik wel weer even doen. Gandalf, kom eens kijken. Kijk. Je zusje, kijk eens. Je zusje, hé.
Is je zusje, man. Is je zusje. Kom maar, Kai. Rijka, kom maar. Rijka. Kom maar. Rijka, kom maar kijken. Kom maar. Kom dan. Kom maar kijken. Kom je niet kijken? Kom maar. Kom, Delphi. Kom, Delphi. Hé? Kom maar kijken. Kom maar kijken. Hé, hier ook. Sushi. Hier is sushi. Kom eens kijken. Die staat. Oh nee, hij moet er niks van hebben. En jij? Kom jij niet? Kom maar kijken. Kom maar kijken. Kom je niet meer? Hoe deze nou spinnen? Is dat een spinnetje voor je zusje? Zo dan. Ze ligt er zo mooi bij je, zo vredig. Ik denk, waarom laten ze nou de oogjes open? Nou, lieve vrienden, morgenmiddag om 3:00 dan moeten we naar Zolder pakken. Dierencrematorium Majesta Schagenbrug. Mary die gaat met me mee om haar weg te brengen en dan binnen de 48 uur wordt ze gecremeerd en dan moeten we er weer ophalen. Tenminste, mogen we haar weer ophalen. Dat is allemaal al geregeld, komt allemaal goed, lieve vrienden. En ja, het is moeilijk hoor, echt. Kan dat af. Hé, poetsketoen. Meneer poetsketoen. Maar ja, lieve vrienden, ik sluit weer. En uiteraard. Morgen gaan ze me dus wegbrengen. Jullie gaan ook weer mee. Tot later. Gandalf die gaat pal naast er zitten. En, even het kopje naar hem naar de toegekeerd. Ik ben nou weer aan het vloggen even. En dit is zo'n leuk gezicht. Hij zit gewoon bij haar. Oh, nou draait hij zich weer om. Hey man. Rijka. Gandalfie. Gandalfie. Ja, nog even, is het geen Corina en de beestenboel meer, want het wordt wel dun naar de beestenboel. Maar ja. Waar ben je nou? Ik moet uitkijken hoe ik hier rijd, want anders heb ik een staart onder mijn wielen. Ja. Hé? Hé. Ja. Wel uitkijken, hè? Nee, je poetskartoen. Die telefoon houdt niet op, jeetje. Allemaal van hoe is het nou? Hoe gaat het nou? Mam, wou je lekker op en op stil zetten? Ja, dat doe ik ook zo.
Hey, meneer Poetskatoen. Hallo. Ja. Meneer Poetskatoen, dat ben je. Maar oké. Okay. Daar ligt mijn prinsesje. Lekker te slapen. En ja, ik heb er koe liggen. Want dat ligt er beide. En vlees. Met koud, steenkoud water. Ja, uit de koelkast vandaan. Valt allemaal te reinigen. En voilà, zo. Laat me mooi zo leggen. Dan hoeven we ook de oogjes zo niet te zien. Enkel de oortjes komen eruit. En wie haar zien wil, nou dat kan. Maar niet nu. Ik heb haar lekker even toegedekt zo. En ze blijft voorlopig op tafel staan tot we morgen weggaan. Ja, mijn hoopie. Mijn prinsesje. Ik ben er kapot van, ik ben bek af, ik ben moe, ik heb hoofdpijn, ik heb rugpijn. Alles doet me zeer wat maar zeer kan doen. Enkel maar door de stress en door het verdriet, noem maar op. Dat straks met Rijka lopen, nou ja, die worden verwend. Want ja, Rijka, dus ik bedoel, Ewin, die had natuurlijk kipfilet. En dan heb ik hun aan de kipfilet. Ik had de kandel, die had er nog wat anders bij, wat Rijka weer niet lust. Ja, hij ooit zo'n hond gehad die dat niet lustte. Het is specifiek voor honden en katten, dus voor de dieren. Maar rundvlees, dat lust de dame niet. Nee. Nou ja, dan niet. Dan krijgt Tanne al dat. Dus die heeft dat in het schaaltje. Plus ook stukjes kipfilet. Want Tanne, die lust het wel. Nou ja, prima toch? Hé, Rijka? Prima, hè? Is toch prima? Jij hebt het al op, grote meid. Ja, dat is voor Tanne. Dat is niet voor Rijka. Nee, dat is niet voor Rijka. Wat voor Dikkie. Nee, foto's maken lukt weer niet, hè. Hij is weer niet verbonden, dat ding. Oh nee, wacht even. Dan moet je hem ingedrukt houden. Ik heb dat nog steeds niet echt door. Hoe dat moet. Ja, daar was die. En dan moet ik foto's kunnen maken. Nee, die niet. Nou hoor, dat bedoel ik. Nee, jawel. Nee, nou weer niet. Nou weer wel. Wat een gek ding. Nou, ik hoop het. Ja. Dat wat het geloof ik wel. Nou, daar ben ik dan blij mee als hij het nou wel doet. Ja, toch? Nou, ik heb al op Facebook. Ja, ik heb het wel afgesloten hoor. Niemand kan reageren dan enkel maar liken. Maar meer ook niet. Dus ja. Maar ja, komt goed, lieve vrienden. Ook met mij wel weer. En ik zou zeggen, ik hou jullie gewoon op de hoogte. Ja, toch? Ik zou zeggen, tot later. Nou, klein altaartje op mijn tafel. Met Ewin er natuurlijk op. En een heel mooie tekst. Die lag bij mijn man ook op zijn kist. Hetzelfde kaartje. En dan ligt het wederom bij haar. Hoi, lieve schat. Hoi, lieve schat. Hoi, meisje. Ze
begrijp je lief. Hij meisje. Hij kind. Ik heb me gewassen hoor. Er zit zeepgeur aan, verder is niet. Ja, zeepgeur. Zeepgeur. Ja, zeepgeurtje. 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 Hé? Gaat mijn mobiel weer. Ze kennen me niet met rustplaten vandaag. Nee. Maar ja, dat wou ik jullie ook nog even laten zien, lieve vrienden. Dat, ja. Ik ben diep ten neergeslagen, maar ja, het is niet anders. Het is beter voor me, hopie dopie. Ze zeggen het later. Mag nog een keer, hè? Mij trouwens ook zit. Loop eens een stukje door. Kijk, ik heb mijn zit in je poten. Je moet niet omvallen. Doe die poot eens naar de toe. Zo. Dan kan je scheef staan. Zo ja. Goed zo. Hé, wat doet Ewin? Wat doet hij even? Jullie slapen dan? Jullie slapen? Oh. Nou, dat is wat anders. Er is niks met eeuwen. En dat is suiker, die moet nog vullen. Hé? Wat is dat nou? Hé? Wat is er dan? Nog een stukje. Wat is er dan? Nee? Doet even daar dan? Nee? Wat doet even daar dan? Ach, kusje. Dat doet ze niks meer. Doet ze helemaal niks meer. Kusje. Ach, kusje. Oh, ja, mijn lievertje met de schat. Hé? Ja, nou. Doet ze niks meer. Doet ze nou helemaal niks meer. Dat zijn kaarsjes. Die ik heb voor jou weggezet. Hé, laat die telefoon maar gaan. Die is toch gek. Hé, oh, wat moet jij gaat niet doen? Nou, kom je weer op de grond? Kom maar. 1, 2, hoppata. Ja. Hoppata, zeiden we dan. Nou, Rijka die wou dus weer even kijken, dus dat hebben we even gedaan. Ja, lieve vrienden, we gaan naar bedje toe. Hè? Met jou, Rijka. Sleetje glijden. Ja, ik heb Ewin in de schuur moeten zetten. Want ja, jullie weten, ieder huisdier, zoals honden en katten, hebben vlootjes. En als het huisdier niet meer leeft, dan gaan de vlootjes verwijderen. En dat wil ik niet in mijn huis hebben, dus ja, ik heb hem maar in de schuur gezet, in de kou. Het is ook dat kouder dan hier. Dus ook beter voor mijn meisje. Hé? En ik had er verdorie nog pas geleden spul toegediend voor antivlooien. En nog stikte ze ervan. Wat ga jij doen? Ja, ik heb hier ook helemaal schoongemaakt hoor. Al, moet ik de troep nog opruimen en er moet een schoon kleed op. Maar komt wel. We gaan nog een beetje toe. Hé, Rijka? En hoe laat leven we? Nou, mooi op dit. Maar niet heus. Hé, Rijka? Kiekeboe. Gaan we naar bedje toe? Ja, hè? Wat zie je allemaal? Wat zie je? Dat doet vrouwtje. Dat doet vrouwtje. Dat is Blankie van de camera.
denk ik. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust en tot aan de andere kant van de nacht.